Hey, goeiedag, ik ben Jeroen van Survival Run Coaches. Ik ben hier vandaag samen met Joey Bakker bij Tor Zwolle. En zelfs met dit beroerde weer gaan wij nog een filmpje voor jullie maken. Ja, want ik heb namelijk weer een vraag gekregen van een van jullie. Namelijk of ik wat swingover variaties kan behandelen. Dus dat gaan we vandaag doen. Kijk mee. Een belangrijke tip voor elke swingover is dat je je lichaamszwaartepunt, dus eigenlijk je voeten en je heupen, dicht bij het touw of het andere object waarmee je naar boven klimt, houdt. Wat houdt er nou in? Dus dan doe je hem op deze manier in plaats van op deze manier. De ton swingover. Je gaat omhoog en halverwege touw kom je een ton tegen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk het touw boven de ton te pakken. Ik ben lang, dus ik kan er meteen bij. Soms moet je eerst nog een voetklem zetten of het touwtje aan de zijkant gebruiken. Zodra je boven op de ton bent, zorg je dat je eerst op gaat zitten. Dan via je knieën of je voeten over de balken. Hij gaat in één keer met je knieën, dat is ook wel nice. Bij de swingover met de jerrycan zijn weinig extra technieken. Dus het enige wat je kan oefenen is gewoon een strakke voetklem. Kan je eventueel ook doen met een bandswingover. Ja, zo. Dan heb je gewoon wat gewicht aan het touw, waardoor je niet de volledige slag over je voet heen kan doen. Ziet er zo uit. Oh. Er zit weinig gewicht in, hè? Ja. Ja. Oké, je komt ook wel eens een net swingover tegen die pas een heel stuk hoger begint. Nou, er zijn twee manieren waarop je die kan doen. Of je klimt eerst een stukje omhoog met je armen. Of je zorgt ervoor dat je eerst je benen in het net hebt. En ook dan eerst weer je lichaam naar het zwaartepunt brengen. En dan kun je omhoog. Maar de meeste zijn iets hoger dan dit. Er is één manier. Die ga ik als volgt voordoen. En die andere manier doet Jeroen voor. Per stokje ga je erop zitten. En je landt tegelijkertijd met beide benen. Joey eindigt heel mooi met een voetklem, maar die zet ik gewoon ook in het begin al. Ik probeer niet eens te gaan zitten, ik heb gewoon schijt aan die stokjes. Nog één tip, want vaak heb je zo, als je die swingover hebt gedaan, dat je die stokjes bij de mannen op een heel vervelend plekje krijgt. Voor de vrouwen kan ik dat niet zeggen. Maar dan één tip, probeer altijd naast de stokjes af te rollen. Zodat je gewoon veilig naar beneden kan springen. Zonder dat je zo'n stokje tegen je hoofd of die andere plaats krijgt. Dik touw noemen we dikke Bertha. Wickerpak is gewoon alsof het een dun touw is. Ik probeer een voetklem te zetten. Het zal me niet helemaal lukken, maar die klem is stevig genoeg om gewoon omhoog te klimmen. Ik heb ook wel eens een brandweerslang tegen. Vervelende dingen. Ook daar probeer ik gewoon een voetklem te zetten. Alleen ik pak hem wat ruimer omheen, zodat je hem niet dicht bij je voet kan laten. Oké, wat dus voor dikke Bertha en de brandweerslang geldt, geldt ook voor het net. Oké, hier hebben we de stijgerbuis. Belangrijk daarbij is ook weer dat je dicht bij die stijgerbuis blijft.
En wat ik altijd een goede tip vind, is om meteen al hoog te pakken, dus om in te springen. Helaas gaat hij nou niet lukken, want het is hartstikke glad. Dus misschien laten we die andere keer zitten. Is die zwaar, Joey? Oh, is kapot zwaar! Zo! ik heb ooit altijd de paalklim met mijn verkeerde been voorgedaan. Daardoor had ik altijd heel veel moeite mee. Totdat op een gegeven moment iemand kwam van hey, als je nou je benen omdraait, misschien helpt dat. Die zijn wat krachtiger. Dat heb ik gedaan en nu lukt hij me best wel makkelijk. Oké, nou heeft Joey niet zoveel als ik en heeft hij hartstikke sterke armen. Dus hij kan zichzelf wel redelijk makkelijk optrekken. Ik wil eigenlijk dat ik zo min mogelijk mezelf op te trekken. Dus hetzelfde als met stijgbuis, het is belangrijk om je eerste sprong meteen goed te laten tellen. Wat ik doe, ik pak met één hand zo hoog mogelijk al het touw. En met mijn andere hand ga ik nog hoger reiken. En vervolgens zorg ik dat die klem met de voeten direct staat. Trek hem bij de balk, nog even zetten en eroverheen. Het scheelt dat jij de lengte hebt en ik niet. Ik heb de lengte, dat is wel een voordeel. De ladders die bewegen altijd heel veel. En het beste wat je dan, vind ik, kan doen is je voet achter en daarna voorlangs. Dat ziet er zo uit. Het is wel hier. Ja. Oké, wat je laat zien, hij klimt via de zijkant. Zorgt er dus voor dat het lichaamszwaartepunt weer dicht onder de plek waar het touw vast zit aan de balk zit. Oké, dit was het. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd. En zorg ervoor dat je het altijd in je achterhoofd houdt. Zodat als je het tegenkomt, dat je het dan gaat gebruiken en goed kan uitvoeren. Precies, en wij zien jullie weer bij het volgende filmpje. Later! Ajoe.